werd de eerste ruiter ter wereld die met een Mourgese paard Grand Prix dressuur is. Maar ik was toe aan een nieuwe uitdaging. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Working Equitation. En wat hoop ik hierin te bereiken? Ik wil me graag kwalificeren voor het Europees kampioenschap in Tsjechië. Deze vindt plaats in september dit jaar. Is het een mission impossible of gaat het ons lukken? In deze aflevering neem ik jullie mee naar een hele belangrijke internationale wedstrijd. Namelijk een kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben onderweg naar een internationale wedstrijd Working Equitation. Deze is in België. En we hebben de afgelopen dagen zo moeten voorbereiden, want je moest je paard temperaturen voor deze wedstrijd. En ik heb paspoortcontrole zo. Per land mag er één kwalificatiewedstrijd worden georganiseerd voor het Europees kampioenschap. De Nederlandse kwalificatiewedstrijd is in juni. Ik kan me ook kwalificeren in Spanje, Oostenrijk, Tsjechië, Frankrijk en België. Ik heb alleen een trailer en voor verre reizen is het handiger om een vrachtwagen te huren. Ik was dus blij dat er een kwalificatiewedstrijd in België was. Lekker dichtbij. Nee, die doet het niet, Colette. Nee, die doet het niet. Je moet hier zijn voor het water, daar, bij die rode emmer. Ik heb van Eline Beers heb ik een vlag geleend gekregen, echt heel lief. Omdat er geen paarden hiervoor komen staan, dan springt die Colette misschien aan. Dus dat is echt heel fijn. Ik heb dit door. Ja. Nou, gaan we eens jou inplechten. Moet je ook Colette door? Colette doet het allemaal heel erg goed. Ze is helemaal aan het genieten. Het is een groot avontuur, al die andere paarden. Ja, je bent een schatje hoor. Ja. Hm. Toen was het tijd voor het losrijden voor het eerste onderdeel, de dressuurproef. En bij de Working Equitation moet je op het hoogste niveau verplicht met één hand rijden. Dus vandaar dat ik met één hand rijd. Maar waarschijnlijk hebben jullie het al vaker gehoord als jullie allemaal video's kijken. En bij het eenhandig rijden is het enorm van belang dat je paard goed van achter naar voren erbij is. En anders dan lukt het gewoon niet om je paard dressuurmatig goed voor elkaar te hebben met één hand. En dus ik doe heel veel naar voren toeschakelen en weer terug en weer naar voren toeschakelen. Dat hij echt goed op op het achterbeen is. Dus dat was ik eigenlijk een beetje aan het doen zo met het losrijden. En hij voelde verder heel relaxed. Daar gingen we, het eerste onderdeel van de Working Equitation wedstrijd dit weekend, de dressuurproef.
Want je mag dus zelf je geografie bepalen. Maar je hebt wel verplichte onderdelen die je achter elkaar moet laten zien. En ik had dus bij het wijken, wilde ik linksaf gaan, normaal, in mijn geografie. En ik was rechtsaf gegaan. Dus dan moest ik alles daarna in spiegelbeeld doen. En goed opletten dat ik niks verkeerd deed. Want sommige onderdelen moeten verplicht eerst links. Of pirouettes moeten eerst links en dan mag je pas de rechter pirouette doen. Dus dat, maar het is goed gekomen. Maar het was wel, ik zat echt van, oh shit, wat doe ik nou? Maar dat hoor. En voor de nacht heb ik al wat jerrycans gevuld. En die gaan morgenochtend moet ik morgenochtend niet meteen met water te gaan showen als we aankomen. Nu helemaal gevuld. Caletto. Ja, je hebt goed gedaan. Je vindt het wel leuk, hè? Snoepjes, wortels of zo. Dat zit hem te vragen. Ja? Ja, ik zie het wel, hoor. Ik zie het wel. Ik dacht dat ik het opgelost had. Toen ik verkeerd reed. Maar dat heb ik dus niet opgelost. Volgens mij ben ik nu dus gedisqualificeerd. Maar ik weet nog niet zeker, maar ik denk dat ik gedisqualificeerd ben. Het is echt heel jammer, want het had gewoon boven de 60 kunnen zijn. Wachtend op de uitslagen voor de dressuur zag ik mijn kansen om naar het EK te mogen aanzienlijk inkrimpen. Na een enorme rollercoaster van emoties, want ik dacht eerst dat het... Dat ik het had opgelost. Toen kwam ik er dus achter dat ik waarschijnlijk, tenminste ik dacht dat ik gedisqualificeerd zou zijn. Zagen we de punten dus online. En toen werden ze gepubliceerd en ik was niet gedisqualificeerd. En gelukkig krijg je dus punten aftrek bij een fout. En je wordt niet meteen gedisqualificeerd. En onze score was voldoende voor, om gewoon in de race te blijven voor het voor de kwalificatie van het Europees kampioenschap. Dus dat was een enorme opluchting. We zijn op de bed en breakfast. En de man van deze bed en breakfast die maakt zijn eigen wijn. Echt heel bijzonder. Heel levenswerk hier. En ik heb daarnet ook al wat wijn mogen proeven. Had ik wel nodig. A lot of acidity. And where do you find those plants? Well, we have a group of winemakers here in Belgium, and we started up in '77. Yeah, and we have engineers and doctors and so on, which have a knowledge of making wine, and they spread it all over Flanders and other parts of Belgium and Holland as well. Goedemorgen allemaal, het is de volgende dag en we zitten aan het ontbijt en het is echt heel, heel mooi gedaan. Het is allemaal uit hun eigen tuin. Kijk, helemaal noden. Ze hebben zelfs eigen nootjes en dit is hun eigen jam. Dit is sojayoghurt en ze hebben net ook iets gemaakt met de pan van vegan... bacon-achtig iets. Mm. Echt heel leuk. Heel attent. Caledo! Nou, je hebt nog water. De hooi is bijna op, hè? Ja. Met een vriendje hiernaast. Een hele mooie Iberisch paard. Ik heb hier eigenlijk een heerlijk hoekje. Kijk, helemaal. Dit was denk ik vroeger een spuitplaats. Maar ik heb eigenlijk wel heel veel privacy hier. Dat vind ik eigenlijk wel heel fijn. Het is best wel relaxed hier in dit hoekje. Dus ja. Toen was het tijd voor de steltrail. Hier zien jullie me nog even losrijden met Caletto. En ja, toen gingen we alweer de ring in. Hier gaan we door de start heen. Op weg naar de eerste hindernis en dat is de poort. Ik heb geprobeerd tot het laatste moment in galop te blijven voor het hoogste punt.
niet te veel doorheen te stappen. En ja, hier ga ik het potje openmaken. Je mag alle tijd van de wereld nemen als het maar allemaal, niet heel extreem lang natuurlijk, maar als het er maar allemaal vloeiend en dressuurmatig goed uitziet. En ja, hier gaan we door het potje heen en moeten we hem weer dicht doen. Zo, Carletto werkt goed mee. En dan moeten we een heel klein stukje galopperen. Tussen de hindernissen door moet je wel galopperen. En bij de tweede hindernis moet je verplicht voor de markering, die rood-witte markering op de grond, naar stap. En dan moet je in stap over de brug heen. Dan gaan we over de brug en dan weer in galop. En dan moeten we een hindernis springen. Met één hand allemaal. Want ook de steltriel is in één hand. En nou moeten we de carroccia pakken. Maar die lijn was heel kort naar de hindernis. Dus de meeste idee om het... om deze roundpen heen. Dan gaan we de korreltje pakken. Hop. En dan gaan we naar de vijfde hindernis. En dat is de sidebalk. En dan moet ik weer in stap. Deze mag je in galop nemen. Maar ik ben daar wel voor aan het oefenen om dit in galop te doen. Dus zijwaarts over de balk in galop. En ik zie dat anderen op het hoogste niveau doen hele bekende routes van deze sport. En het ziet er heel makkelijk uit, maar het is best wel moeilijk. Dus ik heb nog niet voor elkaar dat ik het op wedstrijd kan laten zien. En de roundpen mag je in stap of galop doen. En ik heb gekozen voor de galop, omdat dat je dan een hoger punt krijgt. En je moet er alleen niet uitvallen. En deze roundpen had ook nog een moeilijkheidsgraad dat je het met carroccia moest doen. En er zaten eenden in. Dus je paard moet heel gehoorzaam zijn en jou echt vertrouwen. En hier gaan we nog een keer een rondje in de rechter galop, want je moet hem twee keer rijden. Nou ga ik de ring steken. En ja, de ring had ik. Heel erg blij mee dat ik hem had. En nou de carroccia weer terugzetten. En dan gaan we naar het belletje toe. Hier probeer ik ook weer door de L helemaal in galop te gaan. Je mag ook in stap, maar dan moet je voor de markering in stap zijn. Helemaal tot het belletje in galop. En dan op mijn tijd nemen dat je ziet dat hij mooi stil staat. En dan weer naar achteren toe. En dan in een L naar achteren. En dat gaat ook weer iets beter, want in het verleden had hij wel eens het idee dat hij moest aanpiaferen als ik naar achteren ging. Maar nu heeft hij dat gelukkig niet meer. En dan gingen we om de L heen naar de dubbele slalom. Nou, de dubbele slalom. Elke keer in het midden moet je een galopwissel doen. En je moet proberen om het allemaal zo symmetrisch mogelijk te doen. Hier was ik heel even aan het nadenken waar ik ook weer heen moest. Het was beter om iets meer die bocht te nemen. En dan gaan we naar het bekertje toe. Weer in galop naar het bekertje tussen de paaltjes door. Ja, en dan moet je eigenlijk vanuit die galop meteen halt houden. Hier was ietsje, was niet helemaal voor het hoogste punt. En bekertje en dan moeten we slalom naar achteren. En dat ging alweer beter dan in Exlo, vond ik. Hij wist beter wat hij moest doen. Het is best wel raar om slalom achterwaarts te gaan voor een paard. En dan gaan we naar de drie tonnen toe. Nou, jullie weten dat ik daar een keer op ben op uitgebeld, omdat ik de laatste ton vergat. Maar gelukkig vergat ik de laatste ton deze keer niet. En dan moet ik helemaal eromheen en daarna weer eromheen, want dan moet ik naar de kan toe. Dan gaan we richting de kan en dan moet je weer helemaal in galop naast de kan parkeren. En dan het liefste vanuit de galop meteen halt houden, zonder stappassen. Ja, de kan pakken. Ja, en dan zet ik hem weer neer. En meteen in galop vanuit halt houden. En dan naar de finish toe. En dat was hem. Uh,
En we waren uiteindelijk zesde van de 21 deelnemers geworden in de steltrail met 65%. En in de steltrail waren we ook de beste Nederlander. Dus daar waren we enorm blij mee. Nu moesten we nog de speedtrail rijden. En Carletto is nog niet de snelste, maar het is wel heel leuk om te doen. Daar gaan we. Kelly van Gent tijdens deze kwalificatiewedstrijd is Nederland zeker van een teamafvaardiging naar de Europese kampioenschappen in Tsjechië. Margot Timmermans en Henry Jacobsen waren al gekwalificeerd. Hier zie je het mogelijke Team NL op de foto met onze chef de équipe Thea Smits. Maar of dit het uiteindelijke team gaat worden is nog niet 100% zeker. Want er zijn nog meer Nederlandse masterruiters in de race voor een teamplek die wellicht hun scores halen op een andere kwalificatiewedstrijd. Kelly van Gent. Now we come to the top 10 from Germany. Franka Rings. Place 9 all the way from Sweden. Sarah Wisling. Position 8 from the Netherlands. Yolanda Europa Adler. Place 7, also from the Netherlands, Henry Jacobsen. Yeah. On position 6, all the way from Portugal, Marco Bavista. Position 5 from Germany, Kira Schlegger. On position 4 from Germany, Miriam Gall. Three more riders for the podium. On position 3 from Spain, Victor. And now we have one rider for two positions. Put your hands together for the first place for Virginie with Harold de Nauri. On the mount of Luc de Kafmeijer, he is asking that everybody would walk around in the pen with the ducks. Daar liggen ze. Ik ga Carletto in de trailer zetten en we gaan weer terug naar Nederland. Ja, is jouw grote held, hè? Jamil is helemaal gek op Carletto. En later word je ook zo, hè? Carletto kon na aankomst thuis weer lekker naar buiten en weer lekker uitrusten van dit spannende weekend. Nou, Carletto vond het niet heel erg spannend. Maar het was voor mij wel heel erg spannend. Carletto is weer thuis.
Als jullie deze video leuk vinden, vergeet dan geen duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei doei! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.